Mehmet, kan jij me uitleggen hoe een speler die je eigenlijk de hele wedstrijd niet ziet, de man van de wedstrijd wordt met 3 doelpunten en daarmee de overwinning bezorgd voor Scheveningen? Ja, eerlijk gezegd weet ik het ook niet. Ik zat niet goed in de wedstrijd, maar 3 kansen en 3 doelpunten, dus heerlijk. Ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is echt fantastisch. Sommige mensen noemen je een fenomeen. Bij Scheveningen ja, denk ik wel dat ik geliefd word, dus ze waarderen mij ook en daar ben ik ook heel erg blij om. En ik wil ook daarvoor mijn best doen voor Scheveningen en dit jaar gaat het tot nu toe goed. Ik denk als het zo doorgaat dat ik om de 2 weken bij jou sta, net hadden we erover. Ja, als je zo blijft scoren dan kunnen we niet om je heen. Even terug naar de wedstrijd. Eerste helft dodelijk saai, slecht voetbal van beide ploegen. In de tweede helft komt Rijnsburg op voorsprong. Dan denk ik, nou, ze pakken nu de 2-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. Hoe kan het toch dat jullie de wedstrijd naar je toe trekken? Ja, na die 1-0 inderdaad hadden ze ook nog een paar aardige kansjes. Het is, ik weet ook niet, ik dacht ook van het wordt 2-3-0, maar een voorzet kwam op Tim, dacht ik, op zijn borst. Uit het niets eigenlijk maakten wij de 1-1 en toen zag je dat ze een beetje afzakken. En, voel je dan ook van, we kunnen nu de wedstrijd pakken? Ja, je ziet ook dat ze willen scoren, gelijk de 2-1 maken en dan zie je dat achterin veel ruimte ligt. En we hebben er goed gebruik van gemaakt, denk ik, en goede overwinning. Een van de verschillen is misschien wel tussen Rijnsburg en Scheveningen, in deze wedstrijd in ieder geval. Rijnsburg meer een verzameling van eenlingen. Jullie opereren echt als elftal. Is dat ook jullie kracht? Dat is inderdaad onze kracht. We werken hard en afspraken goed nakomen wat de trainer zegt. En Scheveningen moet je gewoon hard werken, vechten. En zo thuiswedstrijd winnen we ook altijd met hard werken en ervoor gewoon... Ik weet niet, ik zit niet een beetje... Je zit nog vol met adrenaline. Ja. De conclusie na deze wedstrijd, jullie blijven ongeslagen. Jij staat op 5 doelpunten uit 4 wedstrijden. Alleen maar lachende gezicht in Scheveningen, denk ik. Ja, zeker. 4 wedstrijden, 10 punten. En van Rijnsburg, Hardenberg, GV, allemaal titelkandidaten. En dit zijn allemaal eigenlijk bonuspunten. Maar als je nu verder moet kijken en dan moet je gaan kijken of je bovenaan kan meedoen. En dat zullen we... Na een week of 2, dan zal het eigenlijk een beetje uitzien. Of je bovenaan meedoet of onderin. Spreek ik je dan weer. Als jij blijft scoren, dan eindig je bovenin. Denk het wel, ja. Is goed, dank je. Dank je wel, man.